Lancia Delta Integrale. Mijn naam is Hielke Schouten. Ja, dat is gekomen omdat ik in mijn jeugd, ik zou maar zeggen jaren 80, was dit echt een icoon van de rallies. Dus iedereen van mijn leeftijd die kent deze auto. En dat was eigenlijk al, nou ja, niet jarenlang een droom, maar wel altijd waarvan ik dacht, als ik hem vroeger zag, dacht ik van, ja, dat is wel een fantastische auto. En wel uit belangstelling, uit de passie voor Italiaanse auto's. In Europa kun je ze wel vinden, maar ze beginnen behoorlijk in prijs te stijgen. En ze hebben best veel kilometers al gereden in Europa. Dus toen ben ik met een vriend die een Volvo aan het zoeken was, een Volvo 850R. Die vonden wij in Japan met weinig kilometers. En toen stuitte ik op een gegeven moment ook op andere auto's. En daar moest je zeg maar op bieden, dus dat is een beetje spannend. En op een gegeven moment hebben we een man gevonden in Hogeveen. Die had een man op de veiling rondlopen. Dus die heeft allerlei foto's doorgestuurd. En toen zag ik dat het een goede auto was. En toen heb ik geboden. En het moest wel ietsje boven mijn budget. En toen heeft het nog 4-5 maanden geduurd voordat hij in Nederland was. En toen kwamen we dat terrein oprijden. Ik weet nog heel goed, in Hoogeveen stonden alleen maar Japanse Nissan Skylines. En toen stond deze rode daartussen, echt super blinkend. En toen ik hem daar zag staan, dacht ik van, ik was echt super blij. En ik dacht, nou, het is echt precies zoals ik me had voorgesteld, maar dan nog ietsje mooier. Omdat hij zo mooi was in de lak en het interieur, het ziet er fantastisch uit. En toen zijn we erin gaan rijden en dat was ook fenomenaal. Ik heb nog nooit in zo'n auto gereden met zo'n goede wegligging. En als je daar de bochten doorgaat, dat je echt, nou ja, het kleven aan de weg, dat is het. Nou, het is, rijden nu op een zeeweg en het is heel mooi bochtig is dat. En wat je dan merkt, het is dus eigenlijk een vrij kleine motor met een, zeg maar, zo'n ouderwetse turbo erin. Het is een viercilinder met 2 liter met 215 pk. En meestal vanaf 3000 toeren, dat kun je wel merken, gaat dan op een gegeven moment die turbo aan. Dus kijk, nu gaat die aan en dan merk je dus dat je zo'n duw in de rug krijgt. En de acceleratie is echt super goed. Je wil alleen, als je snel moet optrekken, moet je, dus als je bij het stoplicht dan staat, hè, moet je de auto ongeveer op 2000 toeren houden en de koppeling dan al wat los hebben staan. En dan gaat hij echt heel goed. Je hebt verschillende types. Je hebt vanaf 87 heb je de gewone integrale. Dan op een gegeven moment dat is 8 kleppen, dan krijg je 16 kleppen. Dan krijg je daarna de Evo 1 en dan de Evo 2. En dan begint het bij die 8 klepper. Daar kun je er wel eentje van misschien wel 12.000 of 13.000 euro kopen. Ik denk niet dat die dan een hele goede staat is. Voor zo'n Evo 1 of 2, dat begint denk ik bij 20.000 ongeveer. Ik zal eerlijk zeggen, in het begin dacht ik van, nou weet je, ik ga hem een jaartje houden en kijken hoe het is en dan misschien wegdoen, maar nu ik hem heb, ik ga hem echt jaren houden, weet ik zeker. En dat komt omdat je er gewoon dagelijks goed in kunt rijden. Dat vind ik fijn. Je kunt er ook met z'n vieren in. En nou ja, gewoon omdat hij zo lekker rijdt en er mooi uitziet. Daarom eigenlijk.